Ja, hallo allemaal, dit is Bjorn, oftewel Blevius, en wat fijn dat wij hier weer zijn bij een gloednieuwe aflevering van Let's Play Train Simulator 2017, met Blevius natuurlijk. We staan hier momenteel op Zandvoort aan Zee, perron 1A, met een mooi mat 64 toestel. En wij gaan hier eventjes onze deur openen, om even de passagiers binnen te laten natuurlijk. En we doen de frontzijndoem aan, en dan zorgen we even voor de ATB natuurlijk, en deze... Even kijken hoe past het ook weer. Ja, die kan wel uit inderdaad. En dan doen we deze gewoon aan. Nou, dat oogt al een stuk beter zo, hè. Vind ik wel in ieder geval. Vanuit Zandvoort aan Zee gaan wij nog trouwens langs Overveen, Haarlem, Sloterdijk en Amsterdam Centraal Spoor 1. Dus dat is eventjes, het gedeelte voor vandaag. Ik zie trouwens al dat de deuren dicht gaan. Dan doe ik de richtingsschakelaar naar voren heen. Nou, ik denk niet dat we deze even echt wel nodig hebben. Hoop ik. En dan is even remmen er vanaf. En dan kunnen wij langzaam gaan vertrekken in de richting van Overveen. Wel natuurlijk met een klein beetje, ja, met een aangepaste snelheid. Gezien wij nog een geel sein hebben daar. En rood in de verte. Waarschijnlijk dat het komt omdat we nog een tegemoetkomende trein tegen gaan komen. Ja, daar is dan nog een mat 64. Die heeft voorrang op ons. Dus we kunnen het spoor nog niet op. Het is alweer een tijdje geleden dat ik op Noordwest-Nederland heb gereden. Daarom dat, dat ik weer eens vond omdat we wat mee moeten gaan doen. Ah, kijk. Dan mogen wij weer. Ik wil zeggen, voor mij heeft het verkeer niet echt heel veel baat bij om te blijven staan, maar gelukkig doen ze dat nu wel. Zo. We blijven hier netjes even verder rijden. Ik weet ook niet wat voor nut dat heeft gehad eigenlijk. Best nog wel een bijzondere manier om niet gewoon zo te gaan eigenlijk. Maar wie zegt het? We maken het uit. Wij mogen hier naar 100. Zo. Het scenario trouwens wat wij nu spelen is gemaakt door koploper Mau. Dus dat belooft alweer een goed scenario te zijn in ieder geval. Scenario duurt 30 minuten. Leuk scenario om te rijden. Zo. Even rustig gaan met de tractie momenteel. Dan rijden wij hier momenteel door de, ja, wat moet je zeggen, het lijkt wel binnen op de Sahara, maar dat is het niet. Het is natuurlijk tussen Zandvoort aan Zee en Overveen. Ik moet wel even in de gaten houden waar Overveen nou precies ligt, want dat kan al eens tussen mij doorschieten. We rijden met een mooie stabiele 40 frames, niks aan de hand. Een beetje taxi erbij, mag wel. Ja, vriend, ik rem al. We moeten als afremmen naar 50.
Nou, daar zijn de bordjes van 50. Nog even wat verder afremmen. Mijn deeldrive die maakt trouwens wel best veel lawaai. Merk ik al wel. Zo. Dan vraag ik me af of hier in het echt ook treinen echt 40 mogen rijden. Of 50. Ik denk dat die bocht nog prima hadden kunnen doen met 60, maar... Ook nog het mooie gekraak in deze mat. Altijd nog aanwezig. Nou, en we gaan momenteel even met een klein, ja, met een slakkengangetje gaan wij naar, gaan we momenteel naar Overveen heen. Nou, hier staat zo'n Overveen al. Nou, we zijn even zo vriendelijk om de trein natuurlijk aan het einde van de bron neer te zetten. Want ik zie hier toch nog nergens bakbordje staan. Is het ding tijdgebonden? Nee. Dus daar hoeven we niet op te letten. Zo, we openen even onze deur hier al. Welkom dan op station Overveen allemaal. Even een screenshot maken. Zo. En dan gaan we even wachten tot onze deuren hier zometeen gaan sluiten. En dan mogen we verder rijden. En dan is de volgende stop is uit mijn hoofd Haarlem. Ik ben trouwens wel even vergeten om de koersbord neer te zetten op de stadion. Ik ben niet verbaasd als de snelheid van kop op de is dat ik gewoon heel goed staat. Even opletten op de snelheid. Zo. Even kijken naar de koersbord. Staan die al? Alkmaar. Maar we gaan naar Amsterdam heen. Amsterdam Centraal. Bij deze. Oh. Ja, rustig vriend, ik rem al. Zo. Nou, geel zijn. Waarschijnlijk mogen we... Arnhem nog niet, of Haarlem niet direct inrijden. Waarom zeg ik nou Arnhem? Waarschijnlijk mogen we Haarlem nog niet direct inrijden. Kijk eens aan, mooi. Volgens mij is dat een MDDM, als ik me niet vergis. Ja, is een MDDM, geen DDR.
Nou, en naast station Haarlem hoeven we alleen maar te stoppen in Sloterdijk. Dus de rest mogen we allemaal overslaan. Dus het wordt een vrij snel ritje, wordt dat, denk ik. Nou, het mooie gekraak van de Mazda 64, die blijf je ook hier heerlijk horen. Zo, eens even kijken, hoeveel bakken hebben we eigenlijk? We rijden met 4 bakken. Dus even zien of ik hier ook nog bakbordjes zie. Dan moet je wel even in de gaten houden natuurlijk. Daar staat al 6. Nou ja, dan maar bij 6. Zo, laten we eens bij een uitstappen. Het zal een korte stop zijn hier in station Haarlem en dan gaan we meteen door naar station Sloterdijk. Nou, onze deuren gaan dicht. En nu mogen wij alle stations overslaan die we tot station Sloterdijk tegenkomen. Dat zijn voor me best nogal wat eigenlijk. Oh. Ik rijd bijna te snel. Okay, 60. Nou, hou die tractie maar even nog door open, want we mogen direct door naar 80 heen. Komen we nog even langs de werkplaats van Netrain. Het is hier momenteel redelijk rustig, moet ik zeggen. Het is niet al te druk. We hebben de trein even niet buiten gezet vandaag. Goed, 130. En nu is er volgens mij één race, ja, rechtdoor tot aan de Sloterdijk. Een heerlijke race. Even kijken,
kijk, dat ligt nog. We mogen nog een zeker 10 kilometer doorrijden, dames en heren. Hier over een mooi viaduct. Mooie kruising. Drukke snelwegen overal hier in de buurt natuurlijk. Natuurlijk nog de grote gele M daar in de verte, McDonald's. Die is overal wel welkom, denk ik, de McDonald's. Nou ja, zoals ik al zei, alle stations die we momenteel ingekomen mogen heerlijk overslaan. Dus vooral ook dit station. Hier weer langs het mooie water. En vanaf hier ligt Amsterdam Sloterdijk ook niet echt meer, ja, volgens mij niet echt gek ver meer uit de buurt. Zo even uit mijn hoofd. Hey, kijk eens, was dat ook een MDDM of zou het een DDR zijn? Dus even kijken hoor. Het is een MDDM. Nou, zoals we zien komen we nu in de buurt van Amsterdam Sloterdijk. Nou, nee, een rotzooi moet ingeladen worden daar op afstand. Nou. Tijd om even een remming in te zetten. Eens even kijken, staan hier nog bakbotjes of... Ja.
maar die ben ik al lang voorbij. Maar weet je, achter is ook prima. Zo. We openen even hier onze deuren. Dit zal ook weer een vrij korte stop zijn. En dan gaat een mooie KLM ICM, die komt er nog aan. Of eigenlijk is het de KLM koploper, hè? Zo, de deuren gaan weer dicht. Wij doen de remmen er vanaf. Nou, dan komt hier nog een koploper Martinair komt hier aan. Dus daarmee heb ik het idee dat het scenario ook niet uit een zeer recente tijd komt. Maar dat het scenario een beetje uit, dat zou het zijn. Misschien de jaren 2000 komt of zo. We gaan tegelijkertijd weg met de ICM, dames en heren. Nou ja, daar winnen we natuurlijk nooit van die ICM. Die heeft natuurlijk een veel strakkere, ja, die trekt natuurlijk veel sneller op. Die Pertinal zie ik al. Die gaan we echt niet bijhouden hoor, dat kun je mooi vergeten. Tachtig. Zo, nu redden we netjes 80. Of de ICM mag ook niet zo hard meer rijden, of ik weet het niet, maar we houden er nu wel een beetje bij met dezelfde snelheid. Hier waarschijnlijk af. Want over die brug moet ik zeggen, daar gaan we haast nooit. Zes toch ook nog. Eer en al feestje hier. Volgens mij komt hier nog zometeen een trein, want ik zag aan de andere kant zag ik die flikkerende lampjes. En volgens mij was dat iets meer dat er een trein aan staat te komen of zo. Zo. Nu ook alweer 40. Nou, de koploper die rijdt ook in momenteel Amsterdam Centraal binnen. Nou, inderdaad, zonder nog een beetje tractie bij te hoeven geven. Wel vrij netjes. Nou, die bom die klettert even tegen onze ramen aan. Goed, dames en heren, wij zijn hier nu aangekomen op station Amsterdam Sloterdijk.
Ik hoop uiteraard dat jullie hebben kunnen genieten van deze episode. Zowel doe dan even een blauw duimpje omhoog, als tevens een leuke comment voor de volgende keer. En zouden jullie graag meer van mijn episode willen zien, dan kan. Abonneer dan gewoon op mijn kanaal. En dan zonder de simulatiespellen zullen je vanzelf tegemoet komen. Nogmaals, ik hoop uiteraard dat jullie heel erg hebben kunnen genieten van deze episode. Wij zijn hier netjes gestopt in Amsterdam Centraal. Eindpunt van deze trein vanuit Zandvoort aan Zee. Nou, het was op tijd stilzetten trouwens. Goed, dames en heren. We gaan dit aan de buitenkant van de trein zitten. En zeg ik nogmaals heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende episode. Tot ziens!